Weet je, het is ontzettend belangrijk dat we ons ervan bewust zijn welke signalen wij met onze woorden en met onze daden naar elkaar afgeven. God laat dat ook meerdere keren bewust opschrijven in zijn woord. Spreuken 22 vers 11 bijvoorbeeld, dat zegt: wie een zuiver hart heeft en beminnelijk spreekt, heeft de koning als vriend. Omdat ik, toen ik jonger was, zo op zoek was naar erkenning en liefde van mannen, probeerde ik op veel manieren hun aandacht te trekken. En door de manier waarop ik me kleedde, maar ook door de manier waarop ik me gedroeg. Ik was een echte flirt. Ik flirtte om te verleiden, want ik dacht dat de aandacht die ik daardoor kreeg, me gelukkig zou laten voelen. Maar ik kwam er na jaren achter dat het me alleen maar heel erg onzeker had gemaakt. En ik me behoorlijk leeg en minderwaardig voelde. Flirten zoals ik dat deed, was niet oké. Maar is flirten in algemene zin dan ook niet oké? Kan het kwaad om te flirten bijvoorbeeld? Oké, voordat we deze vraag goed kunnen beantwoorden, moeten we eigenlijk wel gewoon eerst even goed duidelijk hebben wat flirten dan precies is. En Google het woord en je vindt echt meerdere beschrijvingen daarvoor. En vraag het verschillende mensen en ook dan krijg je verschillende antwoorden. Maar ik geloof dat flirten bedoeld is als een vorm van non-verbaal gedrag. Om te toetsen in hoeverre de ander geïnteresseerd is in jou. En dit is overigens wel een klein beetje anders dan hoe de maatschappij dat momenteel wegzet. Want daar is flirten vooral bedoeld als een manier om sensuele boodschappen te verspreiden. Het proces van flirten kan zowel bewust als onbewust plaatsvinden. En ik was me niet altijd bewust van het feit dat ik met iemand aan het flirten was. In mijn optiek was ik juist vaak aan het ouhoeren of zo. Ook met collega's op het werk en ook met jongens uit de kerk. En ik kwam erachter dat de lijn tussen ouhoeren en flirten echt heel erg dun is. Ouhoergedrag kan echt al heel snel overlopen in flirtgedrag. En daarbij kan het gedrag wat je uitzendt door de ander ook nog eens heel anders geïnterpreteerd worden. Weet je, ik hield ervan om te ouhoeren en te flirten met mannen. Zonder verdere intenties of bedoelingen van mijn kant. Terwijl de ander mijn gedrag interpreteerde als een vorm van uitdagen of het tonen van beschikbaarheid, vooral ook op seksueel gebied. En als jij single bent en open staat voor een relatie, dan is het naar mijn idee geen enkel probleem dat je interesse toont in een man waar je een bepaalde klik bij voelt bijvoorbeeld. Om even een hele bijzondere vergelijking te maken. Als we kijken naar de dierenwereld bijvoorbeeld, dan zien we dat er geflirt wordt op het moment dat er een voortplantingspartner gezocht wordt. Wanneer dieren geïnteresseerd zijn in elkaar, dan zie je dat ze naar elkaar toetrekken. Maar naar mijn idee zie je nergens in die dierenwereld dat vrouwtjes met alle mannetjes flirten of ouhoeren om ze uit de tent te lokken. Ze flirten enkel met een doel. En hun doel is om de mannetjes te verleiden om hun partner te worden. Niet om hen te misleiden. Dus eerst het idee geven dat ze wel geïnteresseerd zijn, om later al schaterend weg te lopen onder het mom van: oh nee, toch niet. Als je eenmaal zeker weet dat dit hem is en dat dit de persoon is aan wie jij je wilt binden, dan zal er een relatie groeien. En vooral als hij daarover net zo enthousiast is als jij. Het flirten heeft in deze fase minder te maken met het uitzoeken of iemand geïnteresseerd in je is, maar heeft meer te maken met het bevestigen dat je iemand leuk vindt. Dat je nog steeds geïnteresseerd bent in die ander. En dat is een gepaste manier van flirten. Maar in deze fase kan het ook heel makkelijk een ongepaste manier van flirten worden. Bijvoorbeeld wanneer je sensuele berichtjes gaat sturen omdat je ook seksueel tot elkaar aangetrokken gaat voelen. Of je op een sensuele manier je gaat kleden of je gaat gedragen. En ook al heb je nu een relatie, het is nog steeds niet oké om die ander te misleiden met jouw gedrag. Het is belangrijk om jezelf in deze fase nog altijd te beschermen. En niet alleen jezelf, maar ook de ander. Een gepaste manier van flirten is dus niet alleen een tool voor singles, maar het is er ook om te gebruiken tijdens je relatie. Om steeds meer naar elkaar toe te groeien. En daarnaast geloof ik ook dat het een prachtig gegeven is voor als je getrouwd bent bijvoorbeeld. Klinkt misschien wat gek, te flirten met je man. Maar juist binnen het huwelijk biedt het een hele veilige en gezonde omgeving om wel te spelen met woorden en gedrag. Om je man te verleiden met sensuele manieren van flirten.
die manier van flirten waar de huidige wereld en heel veel films, series en videoclips vol mee zitten. Een prachtig voorbeeld hiervan vinden we ook in de Bijbel. Dat kun je lezen in Hooglied. Het staat vol met flirtgedrag. Romantische liefde, seksueel verlangen en de onweerstaanbare aantrekkingskracht tussen de man en zijn vrouw in dat verhaal. En we vinden dit misschien wat raar en ongepast, maar vergeet niet dat het een onderdeel is van de Bijbel. God heeft het heel bewust in de Bijbel laten opnemen. Hij vindt het dus ontzettend belangrijk dat we daarover leren. Dus, flirten als single is helemaal niet per definitie verkeerd. Maar het is niet bedoeld om de ander mee te misleiden en kan ook heel snel een vorm van communicatie worden waarmee je de verkeerde signalen uitzendt. Flirten binnen een relatie is bedoeld om de ander keer op keer te bevestigen dat je nog altijd geïnteresseerd bent. Maar het flirten zoals de maatschappij het ons op dit moment leert, is eerder een vorm van misleiden. En is door God alleen bedoeld voor binnen het huwelijk. Daar kun je helemaal losgaan op het bedenken van jullie eigen soort van geheimzinnige of mysterieuze codetaal om de ander op een subtiele manier je minder subtiele bedoelingen te laten merken. Flirten is hierin een soort van voorspel die je keer op keer op een hele speelse manier dichter bij elkaar brengt. En als je van plan bent om rein en zuiver te blijven voor het huwelijk, zou ook de manier van flirten voor het huwelijk iets zijn waar je wijs mee om zou moeten gaan. Weet je, het is ontzettend belangrijk dat we ons ervan bewust zijn welke signalen wij met onze woorden en met onze daden naar elkaar afgeven. God laat dat ook meerdere keren bewust opschrijven in zijn woord. Spreuken 22 vers 11 bijvoorbeeld, dat zegt: wie een zuiver hart heeft en beminnelijk spreekt, heeft de koning als vriend. En Efeze zegt dat dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal ongepast is. En Jacobus schrijft dat onze tong het hele lichaam kan besmetten. De eerste brief aan de Thessalonicenzen. Daar staat dat we niet toe zouden moeten geven aan onze begeerten. En de spreuken leren ons om ons hart te beschermen. Filippenzen zegt dat we moeten doen wat zuiver en eervol is. God vindt ons handelen en onze woorden belangrijk. Zowel wat we zeggen als ook hoe we het zeggen. Wees in het flirten, buiten het huwelijk om, waakzaam om niet de verkeerde indruk achter te laten. En bedenk telkens weer, welke signalen geef ik af en zou een ander dat op een of andere manier anders kunnen interpreteren dan hoe ik het bedoel? En steunt God me in wat ik doe? En wat ik bijvoorbeeld altijd tegen mijn kinderen zeg, zou ik dit ook doen als Jezus erbij zou zijn? Vond je dit nu een leuke video? Like hem dan en abonneer je op ons YouTube kanaal, zodat je niets meer hoeft te missen. Schroom ook niet om je vragen hieronder te plaatsen. Je kan ook een vraag stellen die niet voor het hele publiek zichtbaar is bijvoorbeeld. Dan kun je me mailen via speaklife@heartbeatnederland.nl. Doei!